Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over farmacokinetiek, oftewel wat doet het lichaam met het geneesmiddel. We kunnen dit indelen in vier fases: de absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie. Dit ziet er ongeveer zo uit. De darmen nemen medicijnen op in het lichaam en deze worden via de vena porta vervoerd naar de lever. Daarna komt het in de vena cava inferior terecht en gaat het naar het hart toe. Vanuit hier zal het zuurstofarme bloed met ons medicijn erin naar de longen gaan om zuurstof op te nemen. Dan komt het weer terug naar het hart om vervolgens via de aorta in het slagadersysteem te komen. Dit verspreidt zich dan over het hele lichaam en gaat naar alle weefsels toe. Als het daar geweest is, komt het weer in de venen terecht. Daarna weer naar het hart, want ja, de bloedomloop is nou eenmaal een cirkel. Op een gegeven moment wordt het medicijn afgebroken door de lever en vervolgens door de nieren uitgescheiden. Het opnemen van medicijnen in het lichaam wordt absorptie genoemd. Dit kan op meerdere manieren gebeuren. En dit verdelen we in drie categorieën: enteraal, parenteraal en lokaal. Bij enterale toediening wordt het geneesmiddel toegediend via de darmen, bijvoorbeeld oraal, rectaal en via de zonde, dus neus-maagzonde of duodenumzonde. Bij parenterale toediening wordt het geneesmiddel toegediend buiten het maag-darmstelsel om. Dit kan met injecties, zoals subcutaan, intraveneus, intramusculair, intraarticulair, of door andere manieren, zoals pleisters of sublinguale toediening, of met inhalatiemedicatie. Bij lokale toediening wordt het geneesmiddel direct op de plaats van werking toegediend, waarbij het bijna niet in het bloed terechtkomt, zoals oogdruppels, zalven en crèmes, maar ook inhalatiemedicatie zoals je ze gebruikt bij astma of CPD. Hoe snel we het geneesmiddel kunnen vinden in het bloed hangt heel erg af van de toedieningsvorm. Op de y-as staat de concentratie van het geneesmiddel in het bloed. Op de x-as staat de tijd. Als iets via de enterale weg wordt toegediend, zoals het slikken van een tablet, zal het eerst via de maag en de darmen moeten worden opgenomen. Dit gaat dus langzaam en geleidelijk. Uiteindelijk wordt het uitgescheiden en zal de concentratie dus weer dalen tot nul. De piekconcentratie noemen we de maximale concentratie, oftewel Cmax. De tijd waarop deze concentratie bereikt wordt, noemen we Tmax. Op een gegeven moment zit nog maar de helft van de concentratie in ons bloed door eliminatie. De helft van Cmax zit hier en wordt weergegeven met C1,5. De tijd waarop dit gebeurt is de halfwaardetijd, oftewel T1,5. Daarna nog een keer de halfwaardetijd is het nog een keer gehalveerd en zo gaat het door. Medicijnen die intraveneus worden toegediend zitten veel sneller in het bloed, omdat ze niet via de lever hoeven. Je ziet hier dat de Cmax, C1,5, Tmax en T1,5 anders zullen zijn. Dan gaan we het nu hebben over distributie, dat verdeling over het lichaam betekent. We hebben het tot nu toe steeds gehad over medicijnen in het bloed, maar ons lichaam bestaat natuurlijk uit veel meer dan alleen maar bloed, dus ook medicijnen zullen in andere compartimenten gaan zitten. Van sommige medicijnen zijn de moleculen zo groot dat ze alleen maar in het bloed kunnen blijven zitten, omdat ze niet door de vaatwand heen kunnen. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Ook kunnen ze aan het belangrijkste plasma-eiwit, albumine, binden. Hierdoor is een deel van het medicijn gebonden en een deel ongebonden. De ongebonden moleculen kunnen naar een ander compartiment verhuizen, bijvoorbeeld het interstitium. Vanuit het interstitium kunnen ze ook richting het vet gaan. Dat doen met name de geneesmiddelen die zelf gemaakt zijn van vette stoffen en zich daar dus heel erg thuis voelen. Maar ze kunnen ook naar bijvoorbeeld intracellulair verplaatsen, zodat dit medicijn zijn werking kan doen in de cel. En ook zijn er nog andere plekken waar het heen kan gaan, zoals het peritoneum, gewrichtsvloeistof, een foetus bij een zwangere vrouw en last, maar zeker not least, hersenvocht en de hersenen. Dat is een hele bijzondere, want daar kan niet zomaar elk stofje naartoe. De hersenen zijn zo ontzettend belangrijk in ons overleven en aan de andere kant zo ontzettend kwetsbaar, dat ze goed beschermd worden. En dat doet de bloed-hersenbarrière. Dus zeker niet elk stofje kan in dat compartiment terechtkomen. Zo wordt dus het geneesmiddel verdeeld over het hele lichaam. Medicijnen die door de lever worden omgezet, oftewel gemetaboliseerd, noemen we daarna metabolieten. Het metaboliseren gebeurt door speciale enzymen, die CYP genoemd worden. Hier bestaan heel veel verschillende soorten van, en een paar voorbeelden zijn CYP450 en CYP1A2. Elke keer als medicatie langs de lever komt, zal het door CYP-enzymen worden omgezet naar metabolieten.
Medicatie die je via je darmen inneemt, zullen dus al heel snel de lever tegenkomen. Net na de vena porta zit namelijk de lever al. Van deze medicatie zal dus al een heel deel meteen worden bewerkt. En dit noemen we het first pass effect. De hoeveelheid van het medicijn dat overblijft, noemen we de biologische beschikbaarheid. En dat gaat daarna richting de bloedbaan. Omdat de bloedsomloop een cirkel blijft, komt er dus steeds een deel van het medicijn langs de lever, waarbij de CYP-enzymen steeds meer van het middel bewerken, zodat het uitgescheiden kan worden. Alle medicijnen zullen door het lichaam op den duur worden uitgescheiden. Dit noemen we ook wel klaring. Hoe lang het duurt voordat een medicijn helemaal geklaard is, kunnen we uitrekenen met de halfwaardetijd waar we het net over gehad hebben. Meestal gebeurt de eliminatie via de nieren, maar er zijn ook medicijnen die via het gal worden uitgescheiden. En dan wil ik nog één ander onderwerp bespreken. En dat is waarom we vaak één keer of zelfs meerdere keren per dag een geneesmiddel moeten innemen. Waarom kunnen we het niet gewoon laten bij één keer? Als je de basis van de farmacokinetiek snapt, snap je dus dat het middel niet eeuwig in ons lichaam zal blijven. De meeste geneesmiddelen moeten een werkzame concentratie bereiken voordat we het effect gaan merken. Hier zien we weer eenzelfde soort grafiek net als net. Het medicijn wordt ingenomen, de concentratie stijgt en daarna daalt het weer door eliminatie. Als we een middel vaker gebruiken, kunnen we dat gebruiken om de concentratie op een evenwicht te krijgen, waarbij er evenveel medicatie wordt ingenomen als dat er wordt uitgescheiden. Hierdoor zal de concentratie heel stabiel zijn en dit noemen we steady state. Dan hebben we niet meer zulke hele erge schommelingen, maar blijft de concentratie zo constant mogelijk. En dan werkt het medicijn het best. En dat is dus het belang van therapietrouw. Alleen bij regelmatige inname van het medicijn kan een steady state bereikt worden. Dit is wat er gebeurt als er een pilletje niet wordt ingenomen. De concentratie daalt tot onder de werkzame concentratie en dan duurt het weer dagen voordat er weer een werkzame concentratie is. Dat kan natuurlijk grote gevolgen hebben om een paar dagen te weinig werkzame hoeveelheid in bloed te hebben. Met farmacokinetiek kunnen we dus het belang van therapietrouw begrijpen. Je hebt geleerd over de basis van farmacokinetiek, absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie. En je kan deze kennis toepassen om het belang van therapietrouw te begrijpen. Bedankt voor het kijken!